Joep van het Hek neemt afscheid met een knallende tournee langs uitverkochte podia door heel Nederland. Te midden van zijn afscheidsglorie blikt hij genadeloos terug op de recente tumulten in de mediawereld. In een venijnige column spaart hij zijn woorden niet over Ruud de Wild en Oljé Gulse en hun reality-serie die volgens Joep slechts getuigt van ondraaglijke leegheid. Oljé Gulse, niet vies van een weerwoord, kaatst de bal terug en werpt Joep voor de voeten dat hij de context niet kent van een hulpverleningsreis naar Turkije. Een spervuur van woorden tussen beiden ontspruit in de media. Ook het programma BNB vol liefde ontsnapt niet aan Joeps kritische pen. Hij brandt de deelnemers af als acteurs met een gewiekste tekstschrijver en een geraffineerd redactieteam achter zich. Deelnemer Corina Elsenaar voelt zich diep gekwetst en slaat terug op Joeps kritiek. De supermarktaffaire van Glenis Grace ontkomt evenmin aan Joeps scherpe observatie. Hij verkondigt niet meer zonder integraal helm over straat te durven in Amsterdam. Waarbij hij de absurditeit van televisie evenementen benadrukt en zich afvraagt of er niet ergere dingen op de Nederlandse televisie gebeuren. In een interview met Volkskrant magazine neemt Joep stelling tegen de documentaire Pisnicht, de movie van Nicolaas Veul. Terwijl Nicolaas de schadelijke impact van het scheldwoord Pisnicht op de Lepti-gemeenschap onderzoekt, verdedigt Joep het recht om dergelijke scheldwoorden te blijven gebruiken. Een clash van meningen tussen de cabaretier en de programmamaker. Tijdens de coronapandemie richt Joep zijn pijlen op Ari Boomsma in een column voor NRC. Hij lacht met een mondkapje op, niet uit angst voor het virus, maar uit angst dat Ari Boomsma zijn humor als verkeerd zou bestempelen. Een pittige uitwisseling van woorden volgt, waarbij Ari Boomsma uithaalt naar Joeps kritiek en zelfs de term NSB'er in de mond neemt. Deze reeks conflicten schetst het turbulente landschap van de Nederlandse media, waar Joep van het hek zijn laatste maanden als podiumkoning doorbrengt, scherp als altijd. En met een knipoog naar de roerige gebeurtenissen in de wereld van entertainment en bekende gezichten.